Zulke goede training geweest voor hem. Ja, hier is hij, Riyad Merhi. Voor het eerst in Izegem op het canvas, maar in Gent kennen ze hem dus inderdaad intussen na zijn recente prachtige kamp in oktober tegen Cédric Kalongi, die we later deze avond nog aan het werk zullen zien tegen Ngabu. Dit zijn zijn statistieken. Indrukwekkend. 21 jaar is hij. 12 kampen, 12 overwinningen, 10 keer knock-out. Maar het wordt tijd voor een zwaardere tegenstander. Ja, maar ik denk, vandaag komt toch zeker geen gemakkelijke tegenstander. Maar ik denk toch dat hij gemotiveerd is om terug een knock-out-zijde te halen. En dit is Sasha Yengoyan. Ja. Wereldkampioen, wereldkampioen WBF. Ja, groot bokser Sasha. Zware puncher. Man die men respect heeft. Een man die hier ook in Izegem stond op de allerheilige meeting. En die er heel snel een einde aan maakte toen ook aan zijn kamp. We gaan kijken. Riyad Merhi, Shalva Yamardashvili. 8 keer 3 minuten, als het al zo lang zal duren. Want meestal heeft Riyad Merhi de gewoonte om er voor halfweg een einde aan te maken. Zijn bijnaam is niet voor niks. The Unstoppable. En we gaan kijken of hij er meteen in vliegt. Nou, moet natuurlijk misschien de tegenstander wat bestuderen. Ja, toch geen echt slecht palmarès een tegenstander. Nee, inderdaad. 50 kampen, 38 overwinningen. Hij bleef staan tegen Ismaël Abdul in Ninove. Verloor daarna 6 ronden op punten. En hij heeft ook al tegen een aantal grote namen gebokst. Martin Murray bijvoorbeeld in 2010. Dat is toch een wereldkampioen. Intussen. Natuurlijk, ja, dat was wel 20 kilo lichter. Wat niet echt een goed teken is. Maar kom, het is geen atleet zoals Mary, maar toch een stevige bokser. Ik denk toch een goede training geven aan Mary. Ja. Meer niet. Het lijkt een boom die je niet zomaar omlegt natuurlijk. Ja. Sterk is hij zeker, dat ziet je. Het is wel een goede uitdrukking, ja. Een boomtronk, korte boom, maar wel sterk. Ja, mooi van mooie linker van Riyad. Bokst ook heel. Moest toch even eentje incasseren daar. Ja. Tuurlijk, je moet altijd geconcentreerd blijven. De tegenstander is zeker niet slecht. Ja, mooi naar het lichaam. Altijd forse uithalen van Riyad Merhi. Ja. Yamardashvili klampt nu even aan. Ja, is wel sterk, die Shalva. We gaan hem voor het gemak maar Shalva noemen, inderdaad. Yamardashvili, een hele mond vol anders. Voor u gaat het weer voor mij moeilijk om uit te spreken. Jij spreekt iets beter dan mij. Ja. Ik noem hem Shalva. Mijn Georgisch zal iets beter zijn. Wel een sterke beer. Ja, mooi gedaan van Riyad. En ook hij heeft zijn publiek mee. Kijk terug, mooi wat hij onder die slagen. Hij ziet de slagen goed komen. Ook mooi die linker en neemt zijn tijd. Ja, het is nog een beetje verkennen toch, hè? Ja. Tuurlijk, het is wel, geeft wel veel druk. Sterke beer, die Shalva. Ja, hij probeert nu toch zelf ook wel een paar keer uit te halen, Yamardashvili. Tuurlijk, opletten. Ja, kan altijd een ongelukkige slag geven. Heel geconcentreerd blijven, Een kwetsuur of zo, kan nooit weten. Ook opletten van zijn hoofd. Hij komt daar wel gevaarlijk dicht, vind ik. Riyad Merhi kijkt hier even, jongen. Best wel sportief blijven. Als de scheids tussen gekomen is, geen slagen meer uitdelen. En Merhi zal het natuurlijk niet gewoon zijn om te incasseren. Ja, het is wel. Hij heeft er nooit veel meegemaakt. Uiteraard heeft niet dezelfde niet echt een slecht palmarès. Hij heeft ook 28 overwinningen met knockout. Sterke beer. Kan ook wel. We hebben hem gezien tegen Ismaël, heeft hij toch niet een onaardige kamp gedaan. Einde van die eerste ronde. Ja. Zou Merhi een beetje verrast zijn door zijn tegenstander? Wel, ik denk niet verrast. Ik geef wel de ronde licht aan Merhi. Als we ze aan iemand moeten geven, hij was actiever, heeft ook een paar slagen aangebracht. Maar kom, die Shalva, een sterke beer. Zeker geen gemakkelijke klant. Vooral voor iemand van 21 jaar. Is het een zware tegenstander? Ja. Het is iemand die inderdaad wel wat ervaring heeft. Als je 50 kampen op de teller hebt staan, toch tegen een aantal grote namen gebokst ook al. Om een heel aantal titels, al hebben ze dan niets opgeleverd. En nu zien we dat de scheidsrechter
even een onderrondje heeft met Jomar Dashvili. Geen uiteraard idee waar dat zou kunnen omgaan. Zijn meeste wedstrijd, zoals gezegd, te Wim tegen goeie gebokst. En meestal doet hij toch zijn ronden uit. Ja. Een paar uitzonderingen daar. Goed, de tweede ronde. Ja, jammer, Dashvili die toch het gevecht niet ontwijkt. Hij gaat... Nee, want als je hem zag uit de kleedkamer komen, dan gaf hij zo'n beetje een lome indruk, een zware indruk. Ja, maar kijk, kijk eens aan. Ja, het is een stier. Hè? Hij gaat vooruit. Heeft ook geen schrik om iets te incasseren. Ja, geeft toch een serieuze druk. En dat is Riyad Merhi niet gewoon. Nee, maar kom. Twaalf overwinningen, 10 knockouts. Het ziet er naar uit dat hij zal moeten werken voor deze overwinning. Ik denk het ook. Het is zeker geen gemakkelijke tegenstander. Het is wel interessant om te weten hoe Riyad nu gaat reageren. Ja, inderdaad. We zijn daar samen benieuwd naar. Okay. Vermaningen. Ja, vermaningen. Ja, mooie linker van Riyad. Daarmee kan hij scoren, maar kijk, die Selba die blijft vooruit gaan. Ja, ook telkens met een forse uithaal ja. Als hij met zijn armen zwaait. Hij is zeker niet ongevaarlijk, maar kijk, hij heeft ook 8 meter knock-out overwinningen, dus dat betekent toch iets. En sterk is hij, sterk is hij. Hij is niet naar hier gekomen om zich te laten afslachten, dat is duidelijk. Het is ook een moeilijke tegenstander, verandert regelmatig van garde. Dus eens rechtsvoorstaand en dan weer linksvoorstaand. Krijgt hier weer een verwittiging, niet op het achterhoofd slaan. En de kamp komt niet echt los, Freddy, heb ik de indruk. Ja, mooi werk nu van Riyad met de linker direct. Beetje afwachten, ja. Taxeren en dan toeslaan. Een mondstuk is eruit gevallen. Ja, dit is al sinds bij Jomar Dashvili. Ja, maar dit is niet al te goed nieuws voor hem. Nee. Jij zegt dat altijd een slecht teken is. Een slechte conditie. Ja, slecht teken dat je moet beginnen met open mond boksen. En dat zal Riyad ook wel begrepen hebben. Dat moet hem motiveren. Ja, mooi. Mooi. Ja. En nu gaat hij toch neer, Jomar Dashvili. Maar hij protesteert. Het zou een slag op het achterhoofd geweest zijn. Ja, maar ik denk dat dat het begin van het einde is. Zou het dan toch? Wel, kijk, eerst het mondstuk verliezen, dan neergaan. Het zou wel kunnen beginnen van het einde zijn. We zijn benieuwd. Die indruk gaf hij toch niet daarnet. Oh. Nog 15 seconden in die tweede ronde. We zien toch een iets sterker Riyad nu. Iets zekerder. Ja, mooi terug. Mooie linker, mooie rechter. Ja, nu en gaat hij neer. Nu gaat hij. Nee, nee. Nee, ging bijna. Ja. Maar hij hoorde dat het maar 10 seconden meer is. En ik denk dat Riyad een beetje gewacht heeft. Hij dacht dat hij neerging en hij was ook sportief. Ja. Hij had het recht om nog te slaan, maar hij was te sportief. Als hij het dan voelde, is de wedstrijd gedaan. Een heel andere indruk heb ik nu van die Jomar Dashvili. Na deze tweede ronde, die volledig voor Merhi is. Twee ronden voor Riyad Merhi. Maar... Hoewel hij in het begin toch een beetje onder de indruk leek. Hè? Ja, in het begin wat weerstand. Maar kijk, ik denk dat nu die Jomar Dashvili aan het einde van zijn Latijn zit. De vertwijfeling zag ik in de blik van Jomar Dashvili als hij naar de ring stapt. Had je het ook? En als Riyad daar niet sportief is, dan slaat hij hem knock-out. Hij had recht om te slaan. Hij stond volledig open. Ja. Ja. Eigenlijk had hij moeten doorgaan. Hij is nog een beetje, laten we zeggen, nog een beetje te sportief. Ja, te sportief. Ja. Laten we zeggen, misschien door zijn jong. Zo zijn jeugd, 21 jaar. Zal hij het volhouden, de man in de blauwe hoek, Jomar Dashvili? Ik denk van niet. Daarnet ging hij met vertwijfeling naar de hoek. Ja, ik denk van niet. Maar dat zag je zo. Dat zullen we nu zien. Ik denk dat hij verder aan het einde zit. En moet Merhi nu meteen bam bam er naartoe? Nee, rustig zijn tijd nemen. Blijven kijken zoals hij nu deed. Mooi van links en dan, als het moment daar is, toeslaan. Geen risico's nemen. Kijk, wat hij nu doet is perfect. Wel telkens een serie van slagen. Ja. Hij slaat keihard. Kijk, zelfs een arm. Ja, kijk, dat kan pijn doen. Op de elleboog. Ja, dat kan pijn doen. Het gewricht
krijgt daar een zware klap te verduren. Ja. En het publiek... Dat bewijst natuurlijk ook de slagkracht van Riyad Mahrez. Ja. Je mag het zeker niet onderschatten als er zo'n map aankomt. Nee, ik heb er net gezegd dat ik... kijk, nu wist het u van hard, hij zit aan het einde. Conditioneel speelt het hem parten waarschijnlijk. Ja, hij wisselt van Harden nu terug. Kijk, nu moet hij doorgaan. En hij zoekt nu zelf een beetje de touwen op. Om wat te gaan leunen. Stapt wat achteruit. Conditioneel ziet het er niet goed uit. Oh, hij gaat er een show van maken. Hij gaat er een schertsvertoning van maken. Omar Dashvili. Niet doen. Dus een beetje uitdagen. Hij staat nu terug in verkeerde harde, dus rechtsvoorstaand. Hij zegt tegen Mary, kom maar. Nu terug linksvoorstaand. En laat ons hopen dat het hier niet een straatgevecht wordt, Freddy. Ja, maar dat het boks blijft. Riyad moet nu rustig blijven en vooral met zijn linker uitspelen. Blijven jab. Als hij zo staat, moet hij naar het lichaam jabben. Juist onder de kin, op de borst. En dan boven gaan met zijn rechter. Maar oppassen voor die counter altijd, hè. Ja, kijk, vooral was mooi. Die was vol in het gezicht. Dat was een harde moker die aankwam, vol in het gezicht van Shalva Yomardashvili. Yomardashvili die vecht u toch een beetje met de moed daarvan op. Hij is op 40 seconden van het einde van die derde ronde. Zijn mondstuk is er intussen ook weer uit. Maar er wordt verder gebokst. Ja, mooi van Riyad. Ja, dat is terug het slechte teken natuurlijk. Het is al dat het bobijntje op is. Steeds dat mondstuk verliezen. Maar intussen recupereert hij wel een klein beetje. Ja. Of het veel zal helpen, dat is de vraag. Denk van niet. Kijk, nu probeert hij terug een beetje hopeloze aanval. Oeh, slag onder de gordel. Ja. Het is natuurlijk een moeilijke tegenstander. Hij bokst zeer onzuiver, hij is sterk ook. Maar zou zeggen, een klein beetje een smeerlapje nog, zou je dat zeggen. Ook, en Maria moet nu natuurlijk het hoofd koel houden en blijven boksen met zijn linker. Zoals hij in het begin deed. Heel rustig blijven. De derde ronde zal wel weer voor Riyad Mahrez zijn, dat is duidelijk. Ja, zeker. Alle drie rondes zijn voor hem. Er moet dus een zwaardere tegenstander komen, werd gezegd voor Riyad Mahrez. Hij vroeg er zelf een beetje naar, hij is bang. Dat hij als de bokser zal aanzien worden die te makkelijke kampen krijgt. Hè, omwille van zijn vele knockouts. Ja, maar kijk, tegen Kanonji heeft hij een goede prestatie geleverd. En kijk, die tegenstander is niet echt gemakkelijk. Maar je kunt er ook geen mooie kamp tegen doen. Omdat hij, de tegenstander het niet toelaat. Voilà, hij laat het niet toe. Het is hij gebruikt alle mogelijke manieren om het gevecht te verhinderen. Ja, in het begin van die ronde, toen hij daar een beetje met zijn armen stond te molenwieken. Was een beetje uitdaging. Ja, en ook... Riyad was te sportief, anders kon hij het afmaken in de tweede ronde. Maar goed, kom. We zijn halfweg, Freddy. Ja. De vierde ronde begint. Hij moet nu blijven boksen, vooral zijn linker uitspelen. Voilà, dat is mooi. En van daaruit de combinatie zoeken, dat is het. Meer van links. Ja, van daaruit de combinatie zoeken. Nu moet hij volgen. Het was van te ver, hij moet eerst van links geven. Als je van links geeft, moet hij de goede afstand natuurlijk vinden. Niet onmiddellijk rechts, dan... mist je soms hopeloos. Kijk, zoals die Selva nu doet. En dat kost hem energie natuurlijk. Ja, kost energie aan die Selva nu. Kijk, dat is mooi. Voorbereiden van links en dan volgen hoek of rechts. Voilà, dat is mooi. Dat is het. Dubbel links en dan rechts. En dan hoek. Het publiek weet dat zeker te smaken. Het kennispubliek hier in Isichem. Kijk, dat is mooi terug. Mooie bokser Riyad Mahrez. Krijgt er nu zelf ook wel eentje. Onverwacht. En dat is het gevaar. Ja, onverwacht antwoord van die Selva. Ja, als je van die armen ook zo'n moker krijgt. Ja, moet altijd blijven links. Links mag niet stoppen nu. Niet overmoedig worden ook natuurlijk. Relax en links. Gaan we terug. Unstoppable. Staat ook intussen achteraan op zijn boksbroek van Riyad Mahrez. Mooi die linkerhoek in counter. En Yomardashvili probeert te kijken waar hij een stoot kan plaatsen.
Kijk, nu moet hij links geven. Niet laten nadenken. Voilà, dat is mooi. Dat is mooi. Terug links. En last met de grijns op het gezicht, ja, maar hij weet dat hij geraakt is. Dat is bluf. Dat is bluf. Mag je hem niet laten aanvangen. Kijk, dat is de ervaring natuurlijk. Ja. Terug links. Altijd links. Ja. Blijven voorbereiden. Goede afstand zoeken. Kom aan, Riyad, links. Technisch en conditioneel is Riyad Merhi duidelijk de betere. Ja, maar hij mag niet wachten en niet geen tijd geven om hem zich te organiseren of te na te denken. Nu komt hij terug in verkeerde harde. Ja, voilà, dat is mooi. Hij heeft hem in de touwen weer, maar dan klampt hij aan. Ja, hij tracht natuurlijk te overleven met al zijn ervaring. Nu terug staat hij in gewone garde terug. Dan mag je als bokser zoals Riyad Merhi niet gefrustreerd raken, nee, natuurlijk, van de manier van boksen van je tegenstander. Kijk, was mooi. Die linker moet gewoon blijven boksen, kan hem niets gebeuren. Weer een lage slag onder de gordel. Ja. Gezien door de ref. Tweede keer, zegt hij. Ja, mooi. Nu moet hij onmiddellijk gaan, hem niet laten onder kruiken. Kijk, hij staat dood op. Hij laat hem te veel recupereren. Ja. Hij moet jabben zowel naar het lichaam als naar om, als naar boven. Dan ook die, als hij nu in het lichaam kan stoten, hij staat dood op. Hij is nu klaar om te vallen. Ik heb de indruk dat hij minder sportief is dan Riyad Merhi. Ja, zeker. Ja, hij tracht alles. Dat hij alle trucken gebruikt. Ja, hij tracht te overleven. Maar komt terug een ronde voor Riyad Merhi, zonder problemen. We hebben eigenlijk veel goede cruisers in ons land, Freddy. Ja, zeker. We hebben Lagoon, ja. Ngabu, Abdul, ja, Merhi. Ja, er zijn er al. Hoe komt zoiets? Is daar een verklaring voor? Ja, dat is ja. Nee, ik denk dat het toeval is dat ze allemaal in hetzelfde gewicht zitten. Het is inderdaad een mooie topcollectie. Een mooie topcollectie. Ja. En moet je die dan eens tegen elkaar laten uitkomen? Ja, dat zou natuurlijk een klepper zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik denk Merhi en Lagoon zijn goede vrienden, ze zullen nooit boksen. Die gaan het niet doen. Hetzelfde met Ismaël, dus de enige tegenstander is Ngabu. Ngabu, ja. Daar gaan we het straks over hebben bij de kamp van Even Ngabu. Vijfde ronde. Nu moet Riyad hem onmiddellijk onder druk zetten. Van links, niet wachten. Voilà. Meer dit en dubbel en dan... ja, dat is goed. Altijd de linker. En hij is opnieuw wat uitgerust. Dat is het, ja. Dat is het. Links en daarna combinaties. Kijk, nu mag hem niet laten wachten. Hem niet laten bluffen. Dat was de diepe zucht die eruit kwam. Ja. Moet ook zijn linker naar het lichaam geven. Als hij die hand laat zakken, kan hij nooit missen. Maar toch telkens opletten, want hij haalt verrassend uit af en toe, Jomardashvili. Zeker, hij vast heeft veel ervaring. En soms is hij echt niet ongevaarlijk. Je moet opletten. Ja, mooi. Hij maakt soms zo'n sprong vooruit. Jomardashvili naar Merhi toe. Ja, zeker. Het is een sterke beren. Kijk, mooi dat die linkse. Moet hij blijven doorgeven. Kom aan, nu. Laat hem niet. Hij had er last van die linkse. Moet hij blijven doorduwen. Ja, blijven doorduwen. Ja, met die linkse heeft hij problemen. Ja, dat was mooi. Ja, dat. Ja. Nu wankelt hij. Ja. Maar hij gaat niet door, Riyad Merhi. Hij wacht lang. Mag niet wachten. En klampt nu aan om opnieuw wat adem te kunnen nemen. Hij heeft al een paar keer de kans gehad om door te gaan dat hij hem terug, laat ons zeggen. En dan moet hij zelf wel gaan oppassen, Riyad Merhi. Ja, want dat is mooi. Voor je het weet pak je er zelf één. Zo'n verrassingsslag. Inderdaad. Is mooi terug. En hij gaat het lijf aan lijf gevecht aan nu. Ze moeten uit elkaar gehaald worden. Ja, de Jovardadji heeft toch wel... mooi. Dat was mooi. Hij heeft goede weerstand toch. Kijk, hij moet blijven boksen. Ja, goed. Dat is het. Nu terug. Snel links. Hem niet laten recupereren. En hij wordt nu geteld. Ja. Maar ik denk hij buigt voorover. Het zou kunnen voorbij zijn. Als je dit ziet. Hij schudt. Nee, zegt hij. Ik doe het niet meer. Ja. Het kan natuurlijk... Na 2 minuten in die vijfde ronde. Het kan natuurlijk zijn dat de kwetsuur is, maar ik denk eerder dat hij er genoeg van had. Gewoon, hij was toch de boksbal die ik voorspeld had een beetje zeker in het begin. Ja. Hij had er genoeg van. Hij moet het ontgelden tegen deze bijzonder sterke Riyad Merhi.
die af en toe ook wel eens moest opletten om geen klap te incasseren. Ja, het was een goede wedstrijd. Want het publiek roept dan wel Aoert omdat hij het zelf stopzet in die vijfde ronde. Maar je hebt wel een goede kamp gezien. Ja, zeker onterecht denk ik. Ja, het was een eenrichting wedstrijd. Maar toch ja, goede replieken van, bij momenten van Selva. Maar kom, de man die domineerde was Riyad Mehri. Riyad Mehri heeft er weer eentje bij gedaan. 13e overwinning in 13 kampen. En het is zijn 11e knockout. Het zijn cijfers die stilaan voor zich spreken. Ja, zeker een mooie prestatie toch tegen een sterke beer. Want deze Omar Dashvili was niet zomaar een pannenkoek. Al staat hij dan iets zwaarder. Hij heeft het toch uitgezongen. Zijn volle 6 ronden tegen Ismail Abdul. Tegen een heel aantal andere gereputeerde tegenstanders. Tijdens verschillende titelgevechten ook. Maar tegen Riyad Mehri is hij eraan na 5 ronden. Ja, zeker. Hij wint geen enkele ronde. Riyad Mehri wint alle ronden. Dus een mooie prestatie. We hebben het daarnet gehad over het feit dat we wel een aantal mooie cruisergewichten hebben bij ons in ons land. Riyad Mehri, ja, als je die moet vergelijken met een Bilal Lagoun, met een Ismail Abdul, met een Ngabu. Hij staat nu 4e op de ranking. Wat is zijn grootste troef? Ja, hij slaat ook hard, maar kijk, dat is een beetje hetzelfde type van Yves Ngabu en die twee tegen elkaar. Of Yves Ngabu tegen Lagoon, dat zou natuurlijk vuurwerk geven. En daar de wedstrijd waar we naar uitkijken. Komt door technisch knockout. Na 1 minuut 12 seconden in de 5e ronde. Uit de rode hoek. Graag applaus voor Riyad Mehri. Enthousiast publiek, dat is goed. Ja, tuurlijk. Verdiende ook verdiende zegen. Ze weten het gevecht van Mehri te appreciëren. En Omar Dashvili gaat nog even het publiek groeten uit beleefdheid. En er komen nog een aantal mensen de ring in voor een foto met Riyad Mehri. Ja, Omar Dashvili heeft het echt niet slecht gedaan. Ja, hij was ook totaal leeg gebokst, dus het was een mooie prestatie van Riyad Mehri. Ja, we kijken uit naar meer van deze Riyad Mehri. En we hopen dat hij ook nog een hele mooie toekomst voor zich heeft. Met Van Acker is dat hier meer dan waarschijnlijk. Hè? De club waar hij ook bokst. Ja, met... Het was een hele mooie kamp. We hebben opnieuw een knockout gezien. Niet voor de volledige volle ronde, volle tijd van de kamp natuurlijk. Twee keer na 2 ronden, nu na de 5e ronde. We zijn benieuwd wat het wordt straks in de kamp tussen Yves Ngabu en de Fransman Cédric Kalonji. Tot zometeen. Ook de man is 27 jaar, weegt 88,8 kilogram. Welkom opnieuw voor een laatste keer in Sporthal De Krekel hier op dit Kerstboksgala in Isegem, waar we nog één gevecht hebben bij de Cruiserweights. Een gevecht waar wij, Freddy de Kerpel en ik, wel naar uitkijken. Net zoals heel veel volk in het publiek, want we hebben een plaatselijke held. Een plaatselijke held, laat ons wel zeggen een nationale held. Yves Ngabu tegen Cédric Kalonji. Uiteraard, ja, Kalonji toch een goede bokser. Oké, de laatste keer verloren tegen... Tegen Riyad Mehri. Ja, tegen Riyad Mehri, maar na een grote wedstrijd. Dus ik kijk zeker naar die wedstrijd uit. Kalonji, Franse bokser.